Nou, even een overzicht van grote hoogte. Hoogwerker beschikbaar gesteld door Verrijkers Centrum Noord uit Boelenvlaan, CQ Rottevallen. Overzicht van het rennerskwartier. Ook daar verderop, het tweede stuk weiland, staat redelijk vol. Maar we konden het prima bergen. Dus er hadden wel wat rijders bij gekund. We hebben vandaag iets van tegen 150 rijders. Had iets meer gekund. Af en toe staan er 200 aan de start, voor zover wij van de DMX-organisatie hebben begrepen. Daar staat de jurywagen. We hebben net een valse start gehad van de MX1-3 klasse. Dat betekent dat we, dat we een rode vlag situatie hebben gehad. En dat we een herstart krijgen. Dus de rijders stellen zich weer op in Park Vermee. Daar de tent van Gerrit Muller, vaste omroeper van de DMX. In de jurywagen de tijdwaarneming van de DMX-commissie. Jan Witteveen staat al te zwaaien en gebaat al. Dat er weer opgereden kan worden. Dus Park Vermee, daar wordt op nummer opgesteld. Op nummer, dat houdt in. Ja, wie het snelst heeft gekwalificeerd in de training mag de eerste plek bij de startrij uitzoeken. En we zien dan ook dat ze, de kortste lijn tussen twee punten is van A naar B, is een rechte lijn wordt er gezegd. Dus we gaan hier vanuit het startveld de eerste bocht in. Dan gaan de rijders naar de eerste springschans. Dan komen ze terug, pakken we de whoop-de-doos, een tafeltje. Maar dat zien we zo meteen als de rijders de start pakken. De startprocedure is begonnen, dus ze gaan opstellen. Publieke opkomst valt mij iets tegen. Ik had wat meer verwacht, het is mooi weer. Het kan zijn dat straks bij de tweede manche, alle rijders moeten daarna nog een keer na de baandienst en na de pauze, dat er dan nog wat publiek komt. Nou, ze staan er weer. Bijna. Nou jongens, zet hem op. We zien daar beneden de man met het 15 seconden bord. Het wordt straks 5 seconden. En we zien daar in het midden, degene die het startelastiek bedient is Benno Tuinstra. Ze zijn goed weg. Geen valpartijen. Ja, toch staat iemand te starten. En daar nog terug over de hoepdidoes. Met daarachter een hele mooie opstap. We gaan naar het lange rechte eind. Met ook een heuveltje erin natuurlijk. Dan komen we terug haaks om. Dan komen ze een chicane tegen. Flauw bochtje naar links. Weer 180 graden terug. Tegengestelde chicane. Ruime bocht, bij de boom langs. Flauw bochtje, een haarspeld. Volgende springschans. Weer een ruime bocht die vanmorgen nog vrij nat was, maar het wordt goed droog gereden. Het weer is goed, zonnetje en wind. En dat betekent dat het heel snel opdroogt. Maar gisteren vrij veel water gevallen. Tijdens de 2 uur Enduro-cross die de motorclub Sportclub nog organiseerde. Er viel ook nog wat water, maar goed, dat hoort bij een Enduro-wedstrijd. Dat is voor die mannen geen probleem, maar die moesten wel 2 uur lang over een boomstammencircuit en dergelijke. Daar was de winnaar uiteindelijk Ijsa Haasma als introducer die meedeed. Hier pakken we weer 2 chicanes. En terug naar het startveld. De man komt dicht bij de tweede hoor. Hou open jongens.
gaan we even naar het achterveld. Even vast. Eigenlijk vier stukken van het parcours in één shot gevangen. Jongens, jongens, er wordt een sprongje. De eerste man, de tweede man pakt hem ook en de derde ook uiteraard. De meer geoefende rijders hebben er geen probleem mee met zo'n opstap. En voor andere jongens blijft het eng.